Hallo allemaal en welkom bij weer een super nieuwe aflevering van Ries en YouTube. Allereerst wil ik jullie natuurlijk nog de allerbeste wensen voor 2023. Ja, we zijn alweer bijna een maand verder. Ja, eigenlijk kan dat natuurlijk niet meer. Maar goed, in die afgelopen maand, mensen. Ik kijk gelijk even naar mijn hond, die ben ik aan het uitlaten. Of het allemaal wel goed gaat hier zo. Ja, het gaat goed. Alhoewel, ja. Oké. In de afgelopen maand is er wel het een en ander gebeurd en met name op Oudejaarsdag. Ja, wat is er dan gebeurd, Ries? Nou, dat zal ik jullie vertellen, mensen. Wat is er gebeurd? Ja, ik loop wel een beetje te lachen, maar eigenlijk is het echt om te huilen. En dat is eigenlijk ook de reden waarom ik de afgelopen periode geen vlog heb geplaatst. Want er was geen scooter om mee te vloggen, zal ik maar zeggen. Hoe komt dat? Nou, dat komt omdat hij op Oudejaarsdag avond, ja, toen is op een gegeven moment, het is een lang verhaal, maar waar het op neerkomt is dat de scooter dus voor mijn eigen deur gestolen is. En daar baalde ik natuurlijk wel enorm van, dat begrijpen jullie zelf ook wel. Nou, toen ik erachter kwam ben ik natuurlijk gelijk overal gaan zoeken, in de perken en in de struiken en in de tuinen en heel de wijk doorgespit. Nou, ik kon dus niks meer vinden. Ik kijk gelijk even recht voor me. Ik ben die hond op uitlaten en die loopt af en toe in één keer het fietspad schuin over. Terwijl de fietsers oversteken. En dat moeten we niet hebben natuurlijk. Oké. Ja, hoe nu verder? Zoals de meesten al weten heb ik dus een in die tussentijd. Ja, dat loopt al ver voordat ik de scooter gepikt was eigenlijk. Heb ik een andere scooter besteld. Eigenlijk ben ik al een beetje langzaam afscheid aan het nemen van de e-scooter. En ik ben heel langzaam aan het overstappen naar de Horwind EK1. Ja mensen, met een dubbele accu erin. Lekker hoor. 180 kilometer. Wat zou die moeten halen? Dus ik ben benieuwd of die dat ook werkelijk haalt. Maar ik ga ervan uit van wel. Nou, ik ben benieuwd hoe dat allemaal gaat lopen. Jullie ook? Nou, blijf dan vooral kijken naar Ries en YouTube op dit kanaal en mis niks meer als het om scooters gaat. Verder zijn we druk bezig met de vakantieplannen voor aankomende hemelvaart. En als het goed is, ik heb al een balletje opgegooid bij onze vriend Dirk van de Bunker, waar ook al eerdere vlogs van zijn neergezet. Dirk gaat waarschijnlijk ook mee en ik heb nog iemand gesorteerd die misschien ook zin heeft om mee te gaan. Misschien gaat Michel ook mee. Dus Michel, als je het ziet, ik hoop het jongen, rond hemelvaart willen we een hele lange roadtrip weer gaan maken. Dus mis dit allemaal niet jongens. En heb je ook zin om mee te gaan met de roadtrip, meld je dan vooral aan bij Ries en YouTube. Nou fijn, we zijn weer een dag verder. Ja, dat hebben jullie natuurlijk niet in de gaten. 24 uur in de dag. Gaat super snel. Ook bij Ries en YouTube. Dus ik denk, rij even een klein stukje met me mee. Op de Teumels. We'll be right back.
als brommer stap ik weer over op de benenwagen. En dan zijn we weer de hond op tijd laten. En dan is het balletje weer bijna rond. Ja mensen, ik kom dus net bij de scooterwerkplaats de Watertoren vandaan. Daar zou de schade-expert vandaag komen. En wat denk je? Hij is niet opkomen dagen. Lekker is dat. Zit je daar de hele dag op te wachten. Ik denk, nou ga ik eventjes langs kijken wat er gebeurd is. Zijn ze gewoon niet opkomen dagen. Lekker is dat, hè? Dat is toch ook geen stijl, hè, vind ik. Maar wat ik eigenlijk ook nog eventjes wil vertellen. Ik wil eigenlijk een bingo organiseren. Met leuke prijzen. Een eerste, een tweede en een derde prijs. Dat betekent eigenlijk de bovenste rij, de onderste rij en de volle kaart. Ja, het is geen normale bingo. Het is een muziek bingo. Ja, ik hou daar wel van. Ik vind het altijd wel leuk, dat soort spelletjes. En ja, ik kwam een hele leuke site tegen op internet. En dan kon je dus heel gemakkelijk zelf bingo kaarten genereren. Dus, en ik ben daarmee een beetje aan het knutselen gegaan. En ik heb zeg maar 75 liedjes van YouTube afgehaald. Waarvan ik denk van nou die ga ik gebruiken voor de muziek bingo. En die 75 liedjes daar heb ik een heel kort fragment van uitgeknipt. Heb ik achter elkaar geplakt. En ja dat wordt de muziek bingo. Ik heb een heleboel bingo kaarten. Als je interesse hebt in een hele exclusieve bingo kaart van Ries en YouTube, laat dan eventjes een berichtje achter. Dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op. En dan stuur ik je de bingo kaart toe. Wees er snel bij, want er zijn maar een aantal beperkt aantal kaarten beschikbaar. Dus wil je meedoen met de grote Ries en YouTube bingo, dan zou ik mijn eigen zeker even aanmelden. En last but not least, we zijn op de achtergrond ook bezig met een vakantie voorbereiden. En waar gaat de vakantie heen? De roadtrip met de scooter en brommers gaat deze keer helemaal naar Duitsland. En dat wordt een mega lange roadtrip. Super veel zin in. Ook Gideon die gaat weer mee. En Gideon is mijn neef, ook te zien in de vlogs over Londen. Deze keer gaat Dirk van Dirk's Bunker, die gaat ook mee. En die heeft een hele mooie Vespa. En ja, die mag gewoon niet ontbreken in dit gezelschap, vind ik zelf. En het gaat een hele gezellige week worden, denk ik. Een aantal dagen gaan we dat doen. Dus hou de YouTube kanaal in de gaten voor meer info, zou ik zeggen. Ja, loop in de tussentijd even een klein stukje met me mee. Thank you.
belletje niet aan te zetten. Daarmee mis je geen enkele video meer van Dries en YouTube.